Sven, organisator van de Klimduinrun. Zonnetje schijnt. Ja, mooi. Ik hoop dat het zo blijft. Tegen alle verwachtingen in. Nou, wij treffen het altijd. Heb je er zin in? Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Maar ik ben altijd wel een beetje zenuwachtig. Ja. Waar, ben je het meest, waar heb je de meeste zenuwen voor? Ik weet het niet. Overal een beetje. Dus, ja, maar we hebben allemaal bereidwillige mensen, dus dat helpt ook. Mooi, nou succes. Ja. Nou ja, of je tot de favorieten voor op de baan. En dan kijk ik even naar boven. Ik kijk die verschrikkelijke bult af. Om te gaan nemen het af en toe niet aan. De vierde serie van de dames gaat heel van de fitness van het hardlopen, het spinnen, het mountainbiken. En dan zijn ze dan in ieder geval van start. Peter Wolters, de winnaar van de Klimdaanrun in 2007 en vorig jaar. En 2007, dat was de mooiste overwinning ooit, zei hij. Een 400 meter kopper in Nederland. Dan in baan 2, Remco Mitters. Atleet uit Bochten. Prachtig en een hele goede start uit van de buitenkant. Dus Tim Jansen en Kai Emanuel. Tim Jansen op dit moment in zwart, maar ik denk dat Kai Emanuel in blauw ook hele goede zaken doet. Ja, dat klopt inderdaad, Jos. Maar het is nu nog steeds vanaf hier is het de winnaar van 2007 en 2009. Peter Wolters, hij werd ook een aantal weken hier gesignaleerd op de trainen. En we zien Peter kijkt nog even achterom. En op de tweede plaats een strijd, spannend. En met nummer 62 is het Remco met de keelschrotten van het publiek hier tevoorschijn. Dan gaan we naar baan 4, Dennis de Groot. Goeie zwemmer. En we hebben nog niet eerder een goede zwemmer aan de start gehad. Dus het is een primeur voor ons. Hij was wedstrijdzwemmer en hij had dus diverse medailles op Nederlandse kampioenschappen. En hij werd onder andere vierde bij de wereldkampioenschappen zwemmen voor Masters. Op de 200 meter. Dan gaan we naar een hele bekende naam. Daar komt hij dan. Pelle Rietveld. De winnaar van de Klimrun in 2008. En ex-Nederlands kampioen op de tienkamp. Hij behoort tot de absolute topneerkampers van Europa. Ja, het zal niet zomaar appeltje eitje zijn over Pelle Rietveld. Maar ja, hij ligt er wel weer heel erg duidelijk, ligt hij vooraan. En dan zien we aan de buitenkant Maurits Klek ook opkomen. Maar het is Pelle Rietveld en Maurits Klek op de tweede plek op dit moment. En daar krijgen we het dan. Het is een iets wat rustige start, maar nu is het volledig. En dan moet het nu gaan gebeuren. We zien dat de start wat rustiger is. Peter Wolters, ze worden zelf een toeter van Peter Wolters.
Frankrijk was het! 23-17! No. 23-17! Geef Peter Wolter een hartelijk applaus, midden bij de mannen. Maar misschien nog wat belangrijker, Abdelle Douwens, winnaar overal vandaag. Abdelle Douwens, atleten uit België. De winnaar is van de Klinduin Run 2010, jongens.